Well, I used to be an evolutionist. Ik was een evolutionist. A very adamant evolutionist. Een hele eentje uit de hardcore, zeg maar. Ja. Yeah. And today I am not an evolutionist. En nu ben ik dus geen evolutionist meer. Now some people get very angry when they hear another point of view. En sommige mensen worden heel boos als ze een ander verhaal horen. But I would request that you stay calm and just listen. Maar ik verzoek u om kalm te blijven en vooral te blijven luisteren. You don't have to accept what I'm saying. U hoeft niet te accepteren wat ik zeg. But how often are you confronted with the other side of the story? Maar hoe vaak wordt u geconfronteerd met de andere kant van het verhaal? On your televisions, in your schooling, in your universities, there's only a one-sided story. Dus op de televisie, de scholen, de universiteit, wordt eigenlijk maar één kant van het verhaal toegelicht. So in the next 2 days we'll look at it from another angle. Dus de komende 2 dagen gaan we het dus vanuit een ander gezichtspunt bekijken. And perhaps we'll ask some questions. En misschien komen daar wel vragen over los. And let's see how it goes. We're talking tonight about the earth in time and space. Dus vanavond spreken we over de aarde in tijd en ruimte. Because how old is the earth? Want hoe oud is de aarde? Millions of years or a short chronology? Miljoenen jaren of een hele jonge aarde. Now if you seriously say short chronology, biblical chronology. Dus als je zegt van ik geloof in een korte chronologie, jonge aarde. They will say you belong to the flat earth society, you are. Dan zeggen ze eigenlijk dat je tot de gemeenschap behoort die geloofde in een vlakke aarde, niet in een bol. But I leave it to you to judge. Maar ik laat het u nu over om te beoordelen. And the other question is, was there a universal flood? En de andere vraag is, was er een universele vloed, een wereldwijde vloed? The Bible says so. De Bijbel zegt dat het dat geval was. The prophets say so. De profeten zeggen het. Even the New Testament, Jesus says so. Zelfs in het Nieuwe Testament zegt Jezus het. And science says? En wetenschap zegt? No. Nee. There was no universal flood. Er was geen wereldwijde vloed. There could never have been a universal flood. Er kon nooit een wereldwijde vloed zijn geweest. You see, if you have an evolutionary process over time, als je een evolutionair proces hebt over tijd, and then you cut across it and you destroy all life at one stage. En als er dan een periode komt waar al het leven wordt vernietigd door water. Then you would have to start the evolutionary process again. Dan moet dat hele proces weer opnieuw beginnen. So a universal flood is an impossibility for science. Dus een universele vloed is een onmogelijkheid voor de wetenschap. So the best you can do is to have a local flood. Dus het beste waar je dan mee kunt komen is met een lokale vloed. And that's why theistic evolutionists like the local flood story. Daarom hebben de theïstische evolutionisten dit in hun leer opgenomen. But that makes no sense. Maar dat is niet zinvol. Because why take animals into an ark to help them survive? Want waarom zou je de dieren in de ark laten komen om ze te laten overleven? If they're going to survive elsewhere anyway. Als ze ergens anders ook hadden kunnen overleven. And then you have theological problems about death and the consequences of sin. En er zijn ook theologische problemen over dood en de consequentie van zonde. So science and religion can never meet on the question of the flood. Dus de wetenschap en religie kunnen elkaar nooit ontmoeten op dit punt. And they're either both wrong or one of them is right. Of ze zijn allebei fout of één van hen heeft gelijk. Well, the Bible says in Nehemiah 9 verse 6. Dus de Bijbel zegt in Nehemia 9 vers 6. That it is God who created the multitudes of stars. Dat het God was die al die sterren gemaakt heeft. And everything came by the word of his mouth. En alles kwam uit zijn mond. And the world says everything came by a big bang. Ja, en de wetenschap zegt dus dat alles ontstond door een grote knal. Now, the Big Bang is supposed to have led to the production of matter. En de oerknal die heeft dus geleid tot de productie van materie. I'm glad they're experimenting with the Big Bang right now there in Switzerland. En ze zijn eigenlijk nu aan het experimenteren nu in Zwitserland met de oerknal.
But so far it's only big, but there's been no bang. Het is nu alleen groot, maar er is nog geen knal. And then the matter eventually gave rise to all the universe. En materie, daar kwam uiteindelijk het hele universum uit voort. And then you could get biological evolution. En dan krijg je biologische evolutie. So when you take it all the way back, you start with nothing. Dus als je het helemaal terugvoert, dan beginnen we met niets. In fact, science says that everything was nothing. Dus de wetenschap zegt dat alles niets was. And God also says, he spoke and it came into existence from nothing. En God zegt ook, hij sprak en alles kwam tot stand uit niets. So there's no difference between science and religion then. Dus er is hier geen verschil tussen wetenschap en religie. Now as far as biological evolution is concerned, en wat betreft de biologische evolutie, the macrofossils, the multicellular organisms. Dus de wezens die uit meerdere cellen bestaan. Has only been around for some 600 million years. Die zijn er pas 600 miljoen jaar. And we are told that we start simple and we become complex as we go up the geological timescale. En ons wordt verteld dat we dus beginnen met simpel en dat het steeds complexer wordt. And we must ask ourselves the question, is that true? En we moeten onszelf de vraag stellen, is dat waar? And were there 600 million years for this development? En waren er inderdaad 600 miljoen jaar voor deze ontwikkeling? Well, this world is billions of years old according to radiometric dating. Dus deze wereld is miljarden jaren oud volgens dateringsmethodes. And we are told that this is cut and dried, there is nothing that you can do about it. En er wordt ons ook verteld dat er absoluut geen spel tussen te krijgen valt. Let's look at the assumptions you need to make with radiometric dating. Laten we eens gaan kijken naar de aannames die je moet doen voor radiometrische dateringsmethodes. If I have a watch, als ik een horloge heb, this watch can only be accurate. Dit horloge kan alleen nauwkeurig zijn. If the arms walk around at a constant rate. Dus als die wijzers constant ronddraaien. So in radiometric dating you have to assume that the rate of decay and the half-life is a constant. Dus bij deze dateringsmethode moet je aannemen dus dat de halveringstijden constant zijn over tijd. It's no good if the arm goes round like this. Het is niet goed wanneer het dus op deze manier rondgaat. And then suddenly goes. En dan plotseling heel snel. And then goes again. En dan weer langzaam. But we know that even a sun activity. Maar we weten dus dat ook zelfs sommige activiteiten increases the rate of decay. Het verval verhoogt. And so there is no evidence at present that it is a constant. Dus er is helemaal geen bewijs momenteel dat het constant is. In some of the rates have changed in the last 30 years. Dus die vervaltijden die zijn enorm veranderd in periodes. As a consequence of atomic testing. Door als gevolg van atomische testen. Even more important, you have to assume that the clock was set to zero. When the rock formed. En je moet ook aannemen dus dat de klok op nul werd gezet op het moment dat het gesteente werd gevormd. If I want to know how old you are, I must know when you were born. Als ik wil weten hoe oud u bent, dan moet ik weten wanneer u geboren bent. Now how do you know when the rock was born? Hoe weten we nou wanneer de rots geboren werd? So you see there are isotopes in the rock. Er zitten isotopen in die rots. And these decay over time. En die vervallen dus over tijd. So you have a parent that decays to a daughter. En je hebt dus een ouder isotoop dat die vervalt dus naar een dochter isotoop. And the rate has to remain constant. En het verval moet constant blijven. And that's my time clock. En dat is dus mijn klok. But I have to assume that in the beginning there was only parent, no daughter product. Maar ik moet aannemen dus dat er in het begin alleen maar de ouder isotoop er was en geen dochter. Now, when you take present day rock that comes out of a volcano. Als we dus kijken naar pas gevormd gesteente dat uit een vulkaan voortkomt. It must measure zero. Dan moet er dus nul uitkomen qua tijd. But it doesn't.
Maar dat gebeurt niet. It can measure anything up to hundreds of millions of years. Er kan van alles uitkomen, zelfs honderden miljoenen jaren. That means the clock was never set to zero. Dat betekent dus dat de klok niet op nul is gezet. So how old is it? Hoe oud is het dan? You don't know. Dat weten we niet. And the third one is you must be dealing with a closed system. En de derde aanname is dus dat je te maken hebt met een gesloten systeem. If you have an egg timer. Wanneer je dus zo'n klokje hebt op je eieren, hè? Wat, eierwekker, dat is het. Ja, eierwekker, ja. Eierwekker. Ja. Fantastisch. It must be a closed system, otherwise your clock is going to not work. Het moet een gesloten systeem zijn, anders gaat die wekker dus niet werken. What if there's a hole in the bottom? Dus stel dat er een gat onderop zit. And the sand keeps running out. It will never fill up in the bottom. Dus en het zand loopt er zo uit, dus het zal nooit opvullen op de bodem. Or what if there's a hole in the top and someone's pouring in sand at the top? En stel dat er een gat aan de bovenkant zit en iemand gooit er zand van de bovenkant in. Now you cannot guarantee that a rock is a closed system. Je kunt nooit garanderen dat een rots een gesloten systeem is. In fact, you can only guarantee that it's not a closed system. Je kunt eigenlijk alleen maar garanderen dat het geen gesloten systeem is. What if some of the isotopes are leached out selectively? Dus stel dat nu die isotopen uit dat gesteente wegvloeien. For example, acid rain will take lead out. Bijvoorbeeld, dus zure regens neemt lood mee. And if there is no lead, en als er geen lood is, then we will assume the rock is very old. Dan nemen we dus aan dat het gesteente heel oud is. Because the lead is a daughter isotope. Want het lood is dus een dochterisotoop. So if I cannot guarantee any of those three, dus als ik niet een van die drie aannames kan garanderen, then how old is the earth? Hoe oud is dan de aarde? As old as you want it to be. Zo oud als u wilt dat de aarde is. So if somebody says, I believe this world is 4 billion years old. Dus als iemand zegt van ik geloof dat deze aarde 4 miljard jaar oud is. He cannot prove that it's so. Dan kan hij niet bewijzen dat het zo is. And I can't prove that it's not so. En ik kan niet bewijzen dat het niet zo is. And the same, if I want to say this earth is 6 or 10,000 years old, he can't prove me wrong either. En als ik zeg dat deze aarde 6 tot 10,000 jaar oud is, dan kan ook niet bewezen worden dat dat niet het waar kan zijn. So dating is absolutely relative. Dus datering is absoluut relatief. Now they're telling us that the flood was 40 days. Ze vertellen ons dat de vloed 40 dagen duurde. But that's not what the Bible says. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Bible says it rained 40 days. De Bijbel zegt dat het 40 dagen regende. But the flood waters rose for 150 days. Maar de vloedwateren, die kwamen dus 150 dagen op. Yes, and ja. Noah only left the ark according to the Bible after 1 year 17 days. En volgens de Bijbel verliet Noach de ark na 1 jaar en 17 dagen. And the flood waters subsided slowly. En de vloedwateren die gingen dus weer langzaam zakken. And the Bible says the whole world was underwater. En de Bijbel zegt dat de hele wereld onder water was. Now, science has to deny that the whole world was underwater. De wetenschap moet ontkennen dat de hele wereld onder water lag. Because if all terrestrial life had been wiped out, want als al het leven op het land vernietigd zou zijn, then the entire evolutionary continuity is gone. Dan is de hele continuïteit binnen het evolutionaire proces weg. Now if you look at the geological column over here. Als we eens kijken naar de geologische kolom. Then you will see here almost at the top there's this layer called the Cretaceous. Daar zit bijna aan de bovenkant een laag en dat noemen we het krijt. You see, and it's at the top of the middle life, the Mesozoic layer. Het zit dus aan de bovenkant van het Mesozoïcum, dat heet het dus het krijtperiode. And then you get this modern life, Cenozoic, right on top of it. En dan krijg je daarboven krijg je dus het Kenozoïcum, dat is dus meer recent. Now you will all know about the Jurassic Park. U weet natuurlijk alles over Jurassic Park. But this one is far more interesting, the Cretaceous. Maar die laag krijt, die is veel interessanter. En krijt is iets waarmee je op een bord schrijft.
It's something that you write on a board with. Yeah, I understood. Okay. Now, what does it consist of? Waar bestaat het uit? And this chalk layer is a universal layer. En deze krijtlaag vinden we dus over de hele wereld. Well, there's a piece of it over there, the White Cliffs of Dover. Daar zien we dus een stuk daarvan. Dat zijn de krijtkliffen van Dover. And there it is. Now, what does it consist of? Waar bestaat het uit? That's what it consists of. Daar bestaat het uit. The skeletons of marine organisms. Het zijn de overblijfselen van zeedieren. And most of it consists of unicellular marine organisms. En de meeste bestaan dus uit eencellige zeediertjes. Which can only happen in shallow water. Sorry? Shallow water. Dat kan alleen gebeuren in ondiep water. And because the layer is universal. En omdat de laag wereldwijd is. It tells us that the whole world was underwater. At the same time. Dat vertelt ons dat de hele wereld onder water stond tegelijkertijd. And science doesn't like that. De wetenschap houdt hier niet van. Let me take you to Slovenia. Laat me u meenemen naar Slovenië. Yes. Now, okay. Where is that? Waar ligt dat? It's in the heart of Europe. Het ligt dus in het hart van Europa. It's nowhere near the coast. Het is niet aan de kust. It's right inside. Het ligt in het midden. And the continents, according to science, have been in their present shape for about 150 million years. Dus de continenten zoals ze er nu zijn er al volgens de wetenschap zo'n periode van 150 miljoen jaar. So for at least 150 million years, Slovenia was not at the sea. Dus al tenminste 150 miljoen jaar was Slovenië lag dus niet aan de kust. And here you find the largest brown coal deposits in the world. En daar vinden we dus de grootste bruinkoolvelden in Europa. That's fascinating. Dat is fascinerend. And look at this. What is that? Kijk daar eens naar. Wat is dat dan? In these coal fields you find this white chalk layer. In deze koolvelden vinden we dus deze witte krijtlagen van kalkafzettingen. And you find marine shells. En we vinden daar dus schelpen, zeeschelpen. And these coal layers cannot be older because they're brown coal than about 40 million years. En deze kolenvelden die kunnen niet ouder zijn dan 40 miljoen jaar. Now, how did these coal fields develop? Hoe hebben deze kolenvelden zich ontwikkeld? They have to say the forest grew. Zij zeggen van het bos groeide. The trees fell over. En de bomen die vielen om. Became compacted. En die werden dus vormden een laag. And then over millions of years the coal formed. En dan over een periode van miljoenen jaren werd deze kool gevormd. But that's not what we see. Maar dat is niet wat we zien. We see marine organisms. We zien dus zeedieren daarin. So this is Cretaceous material. Dus dit is materiaal. Uit de krijtperiode, dus krijtmateriaal. So the whole thing was underwater. Dus de hele wereld was onder water. No coal field can form by the trees becoming compacted. Er kan geen steenkoolveld worden gevormd doordat bomen omvallen en zich opstapelen. Because in your country you can watch it. Want in jouw land, ons land, hè, kunnen we het zien. Yeah, when the trees fall over, they rot. En als die bomen omvallen, dan rotten ze weg. They become the food for the next generation. Ze worden het voedsel voor de volgende generatie. So this is catastrophism. This is flood. Dit is een catastrofe geweest. Dit is een vloed geweest. And it's marine, so it cannot possibly happen in Slovenia. En het zijn dus zeerestanten, dus dieren die hier liggen. Now. We also find fossils like this. We vinden ook fossielen zoals deze. Where you have a mammal. Waar we dus een zoogdier hebben. An antelope. Een antilope. A gazelle. Een gazelle. A horse. Een paard. A carnivore. Een vleeseter. All mixed together. Allemaal in één fossiel. And even here they must admit that it was torrential floods that caused it. Torrential floods. En zelfs hier moeten ze toegeven dat het ging om een vloed. But science says there was no flood. Maar
Maar de wetenschap zegt er was geen vloed. And then you find fossil graveyards like this. Maar dan vinden we dus fossiele begraafplaatsen zoals deze. Millions of fossils all together. Miljoenen fossielen bij elkaar. But there was no flood. Maar er was geen vloed. And they're all buried in water deposits. En ze zijn allemaal begraven in waterafzettingen. And you know what? Very often they're orientated in the direction of stream flow. En heel vaak zijn ze dus gericht in de richting van de stroom. But there was no flood. Maar er was geen vloed. Oh, there might have been a flood plain of a river. Ja, het kan misschien plaatselijk zijn geweest, een rivier. Stretching over the whole of Southern Africa. Die over heel Zuid-Afrika stroomde. That's some river, hey? Dat is een enorme rivier, nietwaar? So, do these bones that we find in stones? Deze beenderen die we in de stenen vinden. Tell us that evolution took place over millions of years? Vertellen die ons dat de evolutie over miljoenen jaren plaatsvond? Or do these orientations tell us that they were overwhelmed by a universal flood? Of vertellen ze ons dat ze overweldigd werden door een universele vloed? Well, science will tell you we start with simple organisms and we go all the way up to complex organisms. Dus wetenschap vertelt u dat we starten met eenvoudige organismen die zich ontwikkelen naar meer complexe. But then the simple ones must be at the bottom and the complex ones must be at the top. Maar dan moeten dus de eenvoudige onderop liggen en de meer ingewikkelde bovenop. So this is what you'll find in a typical textbook. Dus dit is wat u in de lesboeken vindt. So you have your little unicellular ones down here. Dus daar is dan een eenvoudig eencellig wezen. And then you go and you get more and more complicated and as you go along. En het wordt dus steeds ingewikkelder. But that's not what you find in the fossil record. Maar dat vinden we niet in de fossiele verzameling. And how do they age them? En hoe dateren ze die? Because you cannot age sedimentary rock. Want we kunnen eigenlijk sedimentair gesteente niet dateren. So you use the principle of fossil correlation. Dus dan wordt een principe gebruikt die fossiele correlatie heet. So if you find one fossil in one place, dus als u een fossiel op een bepaalde plek vindt, and you find the same fossil in another place, en als u dezelfde fossiel op een andere plek vindt, then you have to say that the two are of the same age. Dan zeggen we dus dat de twee van dezelfde leeftijd zijn. So how old are they? Hoe oud zijn ze? This one over here is as old as this one over here. Ja, dus die onderste laag is net zo oud als die daar. And this one at the bottom here is as old as that one over there. En die daar aan de rechterkant van mij is net zo oud als de linkerkant. Why? Because it's as old as this one. Ja, omdat het net zo, ja, ik ben wat. which is as old as that one? Oh, ja, precies. Dus ja, ze zijn eigenlijk even oud. How old is it? Hoe oud is het nou dan? You can't say. Dat kun je eigenlijk niet zeggen. So the principle of fossil correlation is circular reasoning. Dus dit principe van fossiele correlatie is een cirkelredenering. In fact, it's not even logical to say that this rock is as old as the fossil. Het is zelfs niet logisch om te zeggen dat dit gesteente net zo oud is als het fossiel. If you bury your dog in your garden. Als u uw hond in de tuin begraaft. Is the dog then as old as the sand you're burying it in? Is de hond dan net zo oud als het zand waarin hij begraven ligt? No. Nee. So there is nothing logical about the aging of fossils. It's purely relative. Er is eigenlijk niets logisch aan het dateren van fossielen. Here the scientist says, or all these scientific books, I've chosen old ones particularly. Dus dit komt uit tekstboeken vandaan, oude tekstboeken. Says that you have to have quick burial to get a good fossil. Dus om een goede fossiel te krijgen moet het dier snel begraven worden. And they say most of them are in watery graves. En de meeste liggen dus in watergraven. But there was no flood. Maar er was geen vloed. There was no flood. Er was geen vloed. Here you can see all these fossils together. Hier kunt u al die fossielen samen zien. And some of them have got heads. En sommige hebben hoofden. And some of them have not got heads. En sommige hebben dus geen hoofd. And that tells you that they've been floating in water and were buried very, very quickly because a fish rots very quickly in water. Nou, dit betekent dus dat ze
die vissen die drijven op water, dat ze snel begraven moesten worden, want die rotten anders snel weg. And you find fish with big bony scales like this. En we vinden dus vis met grote bottige schalen, schubben. And then they will say that's a primitive fish. Dan zeggen ze dat is een hele primitieve vis. And when you find a fish today that has big bony scales like the sturgeon. En als u dus een vis vandaag de dag vindt zoals deze steur met grote schubben. That's the one you get caviar from, by the way. Ja, dan zeggen ze dat is een hele primitieve vis. Daar krijg je trouwens caviar van, hè? Then what will they say? They'll say that's primitive. Oh, dan zeggen ze dus ook dat is een hele primitieve vis. Why? Because it's got bony scales. Waarom? Omdat het van die botterige schubben heeft. Yes. A bony scale is more complex than a cartilaginous scale. Wow. What was it? I'm lost. A benige schub. Een benige schaal is, the other word. Is meer complex. Ja. Als kraakbeen. Skub. U heeft dat gehoord. Is it the same in Dutch? Kraakbeen? Ja, kraakbeen. Hey, we got it. Now look at these fish. Kijk eens naar deze vis. These fish were fossilized instantly. Deze vissen werden dus in een ogenblik werden die gefossiliseerd of zo. So they were swimming, eating and they were buried. Dus hij was nog aan het eten en werd begraven. So that's catastrophism. Dat is dus een catastrofe. This fish is absolutely perfect. Deze vis is absoluut perfect. And absolutely modern. En absoluut modern. And it must have been buried instantly. En hij moet dus ogenblikkelijk begraven zijn. So now let's look at the science. Dus laten we nu eens naar de wetenschap kijken. And see whether it's true that everything developed over all these millions of years. En laten we eens zien of alles zich ontwikkelde over perioden van miljoenen jaren. Well, Time magazine picked up a few years ago an article from the science magazines and called it Evolution's Big Bang. Er stond dus een artikel in Time magazine en die werd dus genoemd de grote oerknal van de evolutie. These were the Harvard professors, the big evolutionists. Dit zijn de professoren van Harvard, het zijn echt de evolutionisten. And they're saying evolution's at supersonic speed. En ze zeggen de evolutie ging met supersnelle supersnel. And they say when life exploded. Toen het leven explodeerde. Here's the article in Scientific American. Hier staat het artikel, dat staat in een wetenschappelijk tijdschrift. And it's called the Big Bang of Animal Evolution. Er staat dus de grote knal van dierenevolutie. And the professor who wrote it is a professor of evolution. En de professor die dat schreef is een professor in evolutie. And it talks about the Cambrian explosion. En hij sprak dus over de Cambriese explosie. Was characterized by the roughly simultaneous appearance. Dus die explosie die hield dus in dat er tegelijkertijd een enorme aantal nieuwe wezens ontstond. All of a sudden. Plotseling. This is science now. Dit is de wetenschap nu, hè? And here they're saying that ribos or RNA studies. Dat studies van RNA. Showed that the phyla appeared almost simultaneously. Dus dat zijn grote diergroepen die allemaal tegelijkertijd ontstonden. Now, phyla is a huge category. Ja, dus een phylum is een grote categorie. For example, Phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda. Just say it like that. Phylum Arthropoda. The Phylum Arthropoda belong. What belongs to that? Wat hoort daar allemaal bij? Crabs. Krabben. 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 Krab. What else? Grasshoppers. Springhanen. Every single insect on the planet. Al de insecten op de planeet. Everything that has jointed legs. Alles dat, hoe heet het, van die geleedpotigen, ja. Yeah. So that huge phylum. Die enorme groep. And let's take the phylum Mollusca. Laten we eens naar de phylum Mollusca kijken. That's every snail. Alle slangen. Every marine slakken. Every marine snail. Alle zeeslakken. All the oysters. Alle oesters. Even the octopus and the squid.
Zelfs de octopussen en de peilingvis volgens mij. That's hugely different from the arthropods. Dat is, die is totaal verschillend van die andere groep, hè, die arthropods. And boom, there they were. En boom, daar waren ze dus. That must take millions of years, but now poof, there they were. Dus het moest miljoenen jaren duren, maar poef, daar zijn ze dan. The phyla appeared almost simultaneously. Dus die groepen, die diergroepen, die ontstonden tegelijkertijd. Here they ride fast turns out to be much faster than anyone ever thought. Ja, dus het gebeurde allemaal veel sneller dan iemand ooit gedacht had. Stephen Jay Gould, who's dead now. Stephen Jay Gould, die nu niet meer leeft. He wrote this article, Of It Not Above It. Die schreef dit artikel, ervan, maar niet erboven. And he says that the phylum Chordata. Dus die diergroep die Chordata heet. That's the one we belong to. Dat is de groep waar wij toe behoren. Was there from the beginning. Was daar vanaf het begin. Everything including the phylum we belong to, poof, there it was. Okay, dus al die groepen, zelfs de groep waar wij toe behoren, boom, die waren Now, daar in één my keer. Question is, what's the difference between science and evolution? Yeah. Wat is dan het verschil? Science and creation. Wat is het verschil nu tussen wetenschap en science schepping? Science says the phyla came poof. Dus de wetenschap zegt, die groepen, wezens kwamen boom, in één keer. And God says, he spoke and it stood fast, boom. En God zegt, hij sprak en het was er. Same thing. Dat is hetzelfde. Here it says, chordates arose in the Cambrian explosion. Dus die groep chordates, die ontsprong in de Cambriese explosie. And this was published in the journal Nature. En dit werd dus in het wetenschappelijk tijdschrift Nature gepubliceerd. And we only know that now, of course, right? En we weten dat natuurlijk nu pas. Even Charles Darwin, zelfs Charles Darwin, had a problem because his gradualism. Let me explain gradualism. Geleidelijk. Geleidelijk, yes. Okay. Darwin taught slow evolution over time. Dus Darwin die leerde dus dat er een langzame evolutie over tijd is. But then you must have all the in-between fossils. Maar dan moet je dus al die tussenvormen hebben. And seeing that they were all there, en gezien het feit dat ze boem er allemaal in één keer waren, he realized it was a problem. Hij realiseerde die zich dat het een probleem is. So if you look at this, this comes from a textbook. En dit komt dus uit een textbook vandaan. And it's a little bit more honest than most. Het is een ietsje eerlijker. So if you take this frog, als je dus naar die kikker kijkt, this frog has always been a frog. Deze kikker is dus altijd een kikker geweest. So it was a frog all the way down to there. Het was dus een kikker helemaal daar naar beneden toe. It's never been anything but a frog. Het is nooit iets anders geweest dan een kikker. The same with a coelacanth, always been a coelacanth. Een vis, hè? Een coelacanth volgens mij, is altijd een coelacanth geweest. All of these animals were always the same, all the way through. Al die dieren zijn altijd hetzelfde geweest. Now they've joined them up here to show that they evolved out of something. En maar ze hebben die samengevoegd, die lijnen, om te laten zien dat het uit iets voortkwam. But there's no intermediary there. Maar er zijn geen tussenvormen hier. So there's no evolution here. Maar er is geen evolutie hier. The same with a turtle has always been a turtle, has always been a turtle. Hetzelfde met een schildpad, het is altijd een schildpad geweest. So we have to call it a living fossil because it's never ever changed. Dus we moeten het eigenlijk een levende fossiel noemen, want het is nooit veranderd. Now this is called an evolutionary tree. Dit wordt dus een evolutieboom genoemd. But it's not based on change over time. Maar het is dus niet gebaseerd op verandering over tijd. Because they've never changed. Want ze zijn nooit veranderd. So this comes out of the mind of the scientist. Dus dit komt uit het denken van de wetenschapper. He's not dishonest. Hij is niet oneerlijk. Because that's how he's programmed. Dat is hoe die denkt, hoe die geprogrammeerd is. But it's not based on the evidence in the fossils. Maar het is niet gebaseerd op het bewijsmateriaal in de fossielen. Let me give you a few examples here. Laat me u een aantal voorbeelden geven. Evolutionary processes require the following. Dus evolutieprocessen die vereisen het volgende. That life has to advance from simple to complex. Dus dat het leven zich ontwikkelt van eenvoudig naar complex.
That the development must be from small to large. Dat de ontwikkeling gaat van klein naar groot. You cannot start evolution with the elephant and go to the amoeba. Je kunt de evolutie dus niet beginnen met de olifant en dat je teruggaat naar de amoebe. You have to start with the amoeba and go to the elephant. Je begint met de amoebe en je gaat dus richting de olifant. The third one, you have to have low diversity going to high diversity. Dus je gaat dus van een lage variatie naar een hoge variatie toe. So if life started by chance, there would be very little life. Dus als het leven ontstond door toeval, dan heb je dus weinig leven in het begin. And now we have all this variety. En nu hebben we al die variatie. So that's what you need. Dat is wat je nodig hebt. What do we have? Maar wat hebben we? We have irreducible complexity. We hebben niet te vereenvoudige complexiteit. There was never a simple life form. Er was nooit een eenvoudig levensvorm. And even the phyla appeared simultaneously. En zelfs die groepen wezens die kwamen er tegelijkertijd. I'm not making it up. I read it to you from the literature. Ik verzin dat niet. Ik lees u het voor uit de literatuur. We have reversed size sequence. We hebben omgekeerde grootte. If you go back into the paleontology. Als je dus teruggaat naar de paleontologie. The creatures were huge. Dan waren de wezens dus enorm groot. And now zijn we nu helemaal klein. So we have a reverse. Dus we hebben het omgekeerde. And then we have reverse diversity. En we hebben dus minder variatie. There was far more in the past than there is now. Er was veel meer in het verleden dan we nu hebben. In fact, if natural selection carries on, there'll be nothing left very soon. Als natuurlijke selectie zo doorgaat, dan houden we helemaal niks over. Now Gould says. Dus Gould die zei. He says that the family trees. Dat dus de familiebomen, de stambomen. They come out of the mind of the scientist, not out of the rocks. Die komen dus uit het denken van de wetenschapper en niet uit het bewijsmateriaal uit de stenen. Even if they think their argument is reasonable. En zelfs als ze denken dat ze logische argumenten hebben. It's not necessarily right. Dan wil dat niet zeggen dat het dus waar is. Let me give you an example. Laat me u een voorbeeld geven. I've made an evolutionary tree here. Ik heb hier een evolutieboom gemaakt. And evolution says I must go from small to large. En de evolutie zegt ik moet van klein naar groot. So, this is how evolution happened. We start with the chihuahua. Dus we beginnen met de chihuahua. And then we go and we take all the long dogs and the flat dogs and we get to the basset. Ja, dus dan gaan we dus aan de linkerkant, en dat zijn die worstjes, hè. En die gaan dan naar boven toe en dan kom je bij de tackle. And then we can go here, along this branch of my evolutionary tree, and I can get to these dogs. Ja, en dan gaan we dus rechtdoor en dan komen we uiteindelijk uit bij de herder. And then to get the nice stocky dogs, I have to have another branch, and I go up to the Great Dane. Ja, en dan... And the St. Bernard. En dan gaan we dus op naar de meer stevige honden. En dan komen we uiteindelijk uit bij de Sint-Bernard. Now this is beautifully logical. Dit is heel logisch. But it's absolutely wrong. Maar het is helemaal fout. So if I have all the bones that I find in the rocks. Dus als ik al die botten heb die ik vind in het gesteente. I can do this and it can be perfectly logical. Dan kan ik dit doen en het lijkt helemaal logisch. But it can be absolutely wrong. Maar het kan helemaal verkeerd zijn. Because we know that the dog came out of the wild type wolf. Want we weten dat de hond voortkwam uit de wolf. And this is the variety from small to large. En dit is de variatie van klein naar groot. But it's got nothing to do with evolution. Maar het heeft niets te maken met evolutie. So when they show you in evolution that we developed the horse from small to large. Het is als zij u zo'n evolutie zien van het paard. Van klein naar groot. You must realize that all these fossils are there at the same time. Dan moet je zich realiseren dat al die fossielen er tegelijkertijd waren. So the small horse lives today with the big horse. Dus het kleine paard dat heeft vandaag de dag nog en ook het grote paard. I can't put the big horse at the top and the small one at the bottom and say that's how it evolved. Ja, ik kan dus een groot paard bovenop zetten en een klein paard daar beneden en zeggen van nou dat is de manier waarop ze zich ontwikkelden. Here is the horse on Iceland. Dit zijn paarden van IJsland. Oh, it's protected and it's different from other horses. Well, het is beschermd. Het is heel anders dan normale paarden.
But this is a normal horse. The Vikings took it to Iceland. Dit is een heel normaal paard en de Vikingen namen het dus mee naar and IJsland. This is the same variety that you have in the dog race. En dat is dezelfde variatie die je hebt in het hondenras. This has got nothing to do with evolution. Het heeft niets te maken met evolutie. So what about all the dinosaurs and that the dinosaurs gave rise to the birds and everything that is being taught in the world out there? Hoe zit het dan met de dinosaurussen en uit de dinosaurussen dat daar weer de vogels uit voortkwamen wat we leren in and why were they so big? Why were they so big? En waarom waren ze zo groot? Did you know that reptiles continue to grow? Wist u dat reptielen doorgaan met groeien? So if conditions were much better than they are today. En als er dus omstandigheden waren die beter zijn dan nu. And the animals had the capacity to get very old. En de dieren de mogelijkheid hadden om heel oud te worden. They can get very huge. Dan konden ze enorm groot worden. When you go to the museums, they will show that all of these animals were bloodthirsty. Dus en in de musea worden ze afgebeeld als bloeddorstig. And they will show you this is how they evolved. En dit is en ze laat u zien dit is nou de manier waarop ze tot stand kwamen. Please notice there that this has never changed. Ja, there. Let never u op dus dat die lijn naar het schildpad toe nooit veranderd all is. All of these have never changed. Al die dieren die zijn dus nooit veranderd. So where does this come from? Waar komt dit vandaan? From the fossils or out of the head of the scientists? Uit de fossielen of uit het denken van de wetenschappers? This is what we call a morphological series sequence. Dit is wat we noemen een morfologische volgorde. They put it down like they think it could have happened. Ze zetten het eigenlijk in elkaar zoals ze denken dat het tot stand kwam. So you can have these fossil beds over huge areas like the Morrison Formation over here. Dus je kunt hier fossielen vinden op hele uitgestrekte gebieden zoals deze, de Morrison Formation. Where you have virtually only one kind of fossil. Waar je dus echt alleen één type fossiel hebt. That's not normal. Dat is niet normaal. Then they're all orientated in direction of stream flow. En ze zijn dus allemaal gericht in, zeg maar, in de richting van de stroom. So that's catastrophism. Dus dat is een catastrofe. And they will use fossils of, let's say, Tyrannosaurus rex. En ze gebruiken dus deze fossielen, de Tyrannosaurus rex. To say that this was a bloodthirsty carnivorous age. En dat dit dus een bloeddorstig monster was. Now, you saw Jurassic Park, eh? U heeft Jurassic Park gezien, nietwaar? It even eats cars. Het eet zelfs auto's. And nobody can escape from it. En niemand kan eraan ontsnappen. Let me tell you something. Laat me u iets vertellen. This animal was huge. Dit dier was enorm groot. And it ran on its hind legs. En het stond dus op zijn achterpoten. And it had a huge momentum. En het had een enorme, ja, het moest veel massa meenemen. And tiny little hands at the top. En kleine, ja, voorpootjes. Now, that is exactly the wrong anatomy for a carnivore. Dat is echt precies de verkeerde anatomie voor een vleeseter. The maximum size for a carnivore. Dus de maximale grootte voor een vleeseter. Is a lion. Is een leeuw. And he has to use more than one to catch his prey. He cannot even do it by himself. En hij kan het dus niet in zijn eentje, hè, om een prooi te pakken te krijgen. The largest carnivore on the planet is the ice bear. Dus de grootste vleeseter is de ijsbeer. But he catches stuff that doesn't run away. It lies on the ice. Maar hij pakt dus wezens die op het ijs liggen, dus die niet weg kunnen lopen. Or in the water where the weight doesn't matter. Dus in het water waar het gewicht er niet toe doet. This thing was heavier than an elephant. Dit dier was dus zwaarder dan een olifant. Now imagine an elephant catching a gazelle. Nou, stelt u zich eens voor dat een olifant een gazelle probeert te pakken. Dat hoeft niet vertaald te worden. And the gazelle goes. En die gazelle die gaat heel snel rechtsaf. What will the elephant do? Wat gaat die olifant doen? Then have to come round again, right? Ja, die gaat dus een heel eind door en die moet een U-bocht maken. Now imagine the elephant was running on its hind legs. Nou, stelt u zich voor dat die olifant op zijn achterpoten liep. And it didn't have a trunk. En het had geen no trunk. Slurf.
And only small little hands. En van die kleine pootjes. And he wants to catch something smaller than it. En was dat, dus moest iets pakken dat kleiner was dan hijzelf. And it has to bend down while running. En hij moet het dus voorover buigen terwijl hij aan het rennen is. What would happen? Wat zou er gebeuren? Ja. Dat hoeft ook niet vertaald te worden. The best that this could be is a scavenger, but never a carnivore. Het beste wat hij kan zijn is een aaseter, maar geen vleeseter. But we will see tomorrow that teeth are no guarantee for carnivory. Dus we zullen zien dat de tanden dus geen garantie geven dat het ook om een vleeseter gaat. Tiny ones. Je hebt dus kleintjes. And you get huge ones. Je hebt dus enorme dinosaurussen. And some of them might be juveniles and some of them might be adults. En sommige die zijn dus jong en andere zijn dus volwassen. Here is a typical museum exhibit. Dit is dus een typisch de manier waarop ze in de tentoonstelling in het museum worden neergezet. You can see the blood on all of them. En je kunt het bloed bij allemaal zien. And they're all biting and running and chewing and killing. En ze zijn aan het rennen en aan het bijten en aan het doden. And look at these here. Yeah. The blood on that mouth. Kijk eens naar die, naar deze met dat bloed rond die mond. Please, do me a favor. Alsjeblieft. Look at their teeth. Kijk naar hun tanden. Is this a carnivore? Is dat een vleeseter? He's useless. Look at him. Kijk eens, gewoon. How can he rip anything? I will put my hand right in his mouth. Hoe kan hij nou ooit iets verscheuren? Ik durf mijn hand erin te steken trouwens. These were all herbivores, dit for zijn, sure. Dit zijn allemaal planteneters. And they will Zeker. Say that this Triceratops had these terrible horns. En ze zullen zeggen dat deze Triceratops met die grote hoornen. Because he had to protect himself against all these vicious carnivores. Hij had die hoorns om zich te beschermen tegen al die gemeene vleeseters, hè, die carnivoren. Why has he got these horns? Waarom heeft deze zulke horens? To protect himself against all the vicious carnivores? Om zich tegen al die gemene vleeseters te beschermen? No. Nee. It's a secondary sex characteristic. A secundaire geslachtseigenschap. Ja, ja, he looks sexy with it, hè? Huh? Yes, the ladies like it. Okay. Dus de vrouwen houden ervan. Well, do you have reindeer in your country? Heeft u rendieren in uw land? Herten. Yes. Ja, reindeer, ja, oké. Okay. Herten. Yeah? Herten. Enorm gewei. Why has he got those horns? Waarom heeft hij die horns? Ja, zo'n gewei. To protect himself against the vicious carnivores? Om zich te beschermen tegen die gemene carnivoren? No, it's a secondary sex characteristic. Dat is dus om imposant te zijn tegenover de dames. And when the mating season is over. En wanneer de paartijd voorbij is. Poeps. Poeps. And now, what about the carnivores now? Oepsie, ja. En nu dat. So you see, it's the mind. The mind says, death, destruction, primitive. Dus het is het denken, hè? Dus het is dood, verderf, bloed. And here you have eggs. En hier hebben we eieren. And then they will show you the nests and all of these things. En dan laten ze u de nesten zien en van alles. All of these eggs were washed into position that we find. Al die eieren die waren dus weggespoeld. Now, did the dinosaurs give rise to birds? En zijn inderdaad vogels uit dinosaurussen voortgekomen. What are you taught in your schools? Wat wordt er geleerd op jullie op school? It's taught as a fact. Het wordt gepresenteerd als een feit. So, we have all of these in-between organisms. Dus we hebben al deze tussenvormen. And they will show Archaeopteryx. Dus deze Archaeopteryx. Which was a bird. Die een vogel was. And they will show Sinosauropteryx. En een Sinosauropteryx. And they will say that it had feathers. En ze zeggen die had veren. And was the in between dinosaurs and birds. En die zat dus tussen dinosaurussen en vogels in. Now let's go to the top bird experts in the world. Laten we eens naar de top vogelexperts in de wereld gaan. And who are we talking about here? Over wie hebben we het hier? Yeah, we're talking about Fiducia. Fiducia? Yes. Okay. These people are publishing in the journal Science. Dus deze wetenschappers die publiceren in het tijdschrift Science.
That's one of the best scientific journals in the world. Dat is een van de beste wetenschappelijke tijdschriften in de wereld. And they are chairpersons of biology. En ze zijn dus voorzitters van biologie. And they say birds lack the embryonic thumb that dinosaurs had. Dus de vogels hebben die embryonische duim. De embryonische duim die dinosaurussen hebben. And therefore it's almost impossible that they are related. En dat is dus bijna onmogelijk dat ze dus met elkaar te maken hebben. And this one's talking about synoptic. Look, same journal, Science. Hetzelfde tijdschrift Science, hè, spreekt over de Sinosauropteryx. Says the lung of the one couldn't have evolved into the lung of the other. Dus de long van de ene kon zich niet ontwikkeld hebben in de long van de andere. And the feathers. En de veren. Are not feathers at all. Dat zijn geen veren. But collagen fibers. Maar vezels. They couldn't have evolved. Dus ze konden zich niet ontwikkeld hebben. You see, mammals and reptiles have these bellow-like lungs. Dus de reptielen en zoogdieren hebben zo'n long die op een blaasballen lijkt. And birds have a through-flow lung. En de vogels die hebben een long waar de lucht doorheen stroomt door buisjes. Now this is an interesting battle. Dit is een interessante strijd. This is Olson. Dit is een Olson. He is from the Smithsonian Institute. Hij is dus van het Smithsonian Institute. So he's the top fossil man in the world. Dus hij is echt de top fossiele kenner in de wereld. And he says it's people from National Geographic. En hij heeft blijkbaar gesproken met mensen van National Geographic. And from the journal Nature. En van het tijdschrift Nature. Who say that birds came from dinosaurs. Waarin staat dat vogels uit dinosaurussen voortkwamen. He says this is the scientific hoax of our age. Hij zegt dit is de wetenschappelijke vervalsing van onze tijd. There is no evidence whatsoever. Er is helemaal geen bewijs. He says biophysically impossible to evolve flight from these large bipeds. Het is dus biofysisch onmogelijk dat je kunt vliegen terwijl je ontwikkelt uit zulke grote tweebenigen. So they say this is the greatest embarrassment of paleontology of the 20th century. Dit is werkelijk de grootste verliendheid. Verlegenheid van de eeuw. So, what do we got? Wat hebben we hier dus? The top scientists are saying it's rubbish. Dus de top wetenschappers die zeggen het is nonsens. But evolution requires it. Maar evolutie vereist het. And so, what do the students hear? Only the one side. Dus wat horen de leerlingen hier? Alleen de ene kant. These are Ica stones that come from Peru. Dit zijn Ica stenen uit Peru. Now, that's a triceratops. U ziet het dier daar afgebeeld, de triceratops. And there you have something like an allosaurus. En daar ziet u een andere mooie dinosaurus. And there is a human being. En daar ziet u een mens afgebeeld. There's a pterodactyl with a human being. En daar is weer zo'n mooie dinosaurus met iemand erop. Zelfs. They don't have these fossils, so where do they see this? Dus ze hebben die fossielen niet, maar waarom zie je dit dan? So obviously they must have been there at the same time. Dus klaarblijkelijk omdat ze er waren tegelijkertijd. Just because something looks primitive doesn't make it primitive. Dus niet zo omdat het iets er primitief uitziet dat het ook primitief is. Take this little basilisk over here. Kijk eens naar die prachtige zo'n kameleonachtige. Imagine he was big, wouldn't you say it was a dragon? Als hij heel groot was, zouden we niet zeggen dat het een draak is. If you look at a rhinoceros. Als we dus kijken naar de neushoorn. Science will say primitive. En de wetenschap die zegt dan dat is primitief. Why? Waarom? It's a mammal. Het is een zoogdier. It's not primitive, that's the last thing to have evolved. Het is het laatste wat zich ontwikkeld heeft, dus absoluut niet primitief. So it comes out of the mind. Het komt dus uit het denken. It says here that there is no such thing as a primitive animal. Er is dus niet zoiets als een primitief dier. It's a myth. Het is een mythe.
Everything was complicated from the very beginning. Alles was dus al complex vanaf het begin. These are evolutionists speaking. Dit zijn evolutionisten die hier spreken. So when you look at the fossils, dus als we naar de fossielen kijken, Nautilus, no change. De Nautilus, geen verandering. Over millions and millions of years. Ja, over een periode van miljoenen If jaren. If you look at the sea stars, dus de zeesterren, the fossil is exactly the same as today. Het fossiel is exact hetzelfde als van als the fossil, het levende organisme nu. There's the fossil, there are the living forms. Dat is dus een fossiel en dat is dus de levende. They are absolutely identical. Ze zijn absoluut identiek. Even the brittle star fossils are identical. Here are sea star fossils. Dat zijn ook weer fossielen van zeesterren en u ziet het. They never changed. Ze zijn nooit veranderd. There you have the tortoises never changed. Daar ziet u de schildpadden, nooit veranderd. The mollusks never changed. Een schelpdier, ook nooit veranderd. Here's the horseshoe crab, never changed. Lingula never changed. Een krab, krabachtige, nooit veranderd. Coelacanth never changed. Dus een vis, coelacanth, nooit veranderd. One thing has changed. Ja, er is wel iets veranderd. Size. De grootte. Look at the size of the shark. Kijk eens naar de grootte van deze haai. And look at the size of the teeth. Kijk eens naar de grootte van deze tanden. That's a fully grown present-day shark. Dat is een volwassen haai. This one. Deze. Would use this one. Zou die dus gebruiken linksboven. As a toothpick. Als een tandensteek. So we've gone from large to small, dus rather than from small to large. Dus we zijn van groot naar klein gegaan in plaats van klein naar groot. This here is this famous New Zealand Svenodon. Dit is de beroemd reptiel van Nieuw-Zeeland. All of them are actually unchanged. Dit is een hagedis, hè? Ja. This one is the Galapagos tortoise. Dit is een schildpad van de Galapagos-eilanden. It's very big. Het is heel groot. How big is it when it is hatched? Hoe groot is het wanneer het is? What? Hatched, when it comes out of the egg. Wanneer het uit het ei komt? Yeah, just like any other one, small. Heel klein. So why is this one so big? Waarom is deze zo groot? Because it's so old. Omdat het zo oud is. And because it can get very old. En omdat het dus oud kan worden. Now, what if these animals could get much older in the past? Stel nu dat de dieren in het verleden ouder konden worden. Well, how big would they be then? Hoe groot zouden ze dan zijn? Just as big as they are in the fossil record. Net zo groot zoals ze in de fossiele verzameling zijn. Here you have the Galapagos marine iguana. Dit zijn dus leguanen van de Galapagos-eilanden. It's very big. Ze zijn enorm groot. There's the land iguana. Dit is de landleguaan. And do you know that they can mate together? They can bring offspring, no problem. Dus ze kunnen met elkaar paren. All of these creatures, none of them have changed. Al die wezens daar, dus onveranderd gebleven. Now, this is a fully grown present day crocodile. Dit is dus de volwassen krokodil vandaag de dag. Let's see how big it is in relation to a fossil crocodile. Laten we eens kijken hoe groot het is in relatie tot een fossiele krokodil. So this fossil one was huge. Dus deze krokodil was enorm. Why? Waarom? Because it was old. Omdat het oud was. And it kept on growing. En het bleef maar groeien. So this idea that size means something different, something very strange. Dus het idee dat grootte iets anders, iets vreemds betekent. Is not necessarily right. Is niet noodzakelijk waar. Let's go to the insects. Laten we naar de insecten gaan. Here's a fossil insect. Dat is een fossiel insect. They will say that the straight wing is primitive. Ze zullen dus zeggen dat de vleugels dus recht zijn en dat dat primitief is. And if you can fold it, that must be more advanced, right? En als je dat dus verder volgt, dan moet het meer. Dus als je ze kunt opvouwen, dan is het meer geavanceerd. But they both occur at the same time. Maar ze zijn er tegelijkertijd. So these are all at the same time as those that can fold their wings like beetles. Dus deze die zijn er tegelijkertijd als de vogels die hun vleugels kunnen opvouwen. And the fossil is identical except that they're bigger. Het enige verschil is dat ze groter zijn. A dragonfly. Een drakenvliegje, een fruitvliegje is dat? Naaldekoker.
Libelle. Libelle. Okay, dank u. Okay, so you use the same word as the German. Mm-hmm. Oh, okay. Afrikaans naaldekoker. Nice name. Naaldekoker. Wingspan, like this. Dus een spanwijdte van de vleugels. Imagine, it comes this big. Dus stel voor dat zo'n beest zo voorbij kan vliegen. Cockroaches, this big. Kakkerlakken, zo groot. That's not evolution, we've got devolution. Dat is geen evolutie, dat is dus devolutie. Fossil today. Fossiel vandaag. So all of these creatures are at the same time there is not a thread of evidence that any of them evolved. Dus al die dieren waren er tegelijkertijd, er is geen bewijs dat ze zich zo ontwikkeld hebben. Here is a praying mantis live and there's the fossil. Dat is een sprinkhaan en daar is een fossiel. Nee, zie je sprinkhaan, nee, is een hottentotschot. Hottentotschot? 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 Zeg maar niks. Bidsprinkhaan toch? Ja, bidsprinkhaan. Oh, bidsprinkhaan. Ja, yeah, is spraying. Oh, great, I like it. Look at the eye. Kijk eens naar het oog. This is how complex the eye is. Dit is hoe complex het oog is. That's the oldest fossil eye. Dat is het oudste oog dat in een fossiel zit. This is an amber. Dat is een amber. Absolutely perfect, no change. Absoluut perfect, dus geen verandering. Do you know that eye cannot develop by increment? Weet u dat dat oog dat kan zich niet geleidelijk in stukjes ontwikkelen? It has to have that configuration to work. Het moet die samenstelling hebben om perfect te kunnen werken. In fact, the Hubble telescope mirror. In feite dus de telescoop. Hubble telescope, ja. De Hubble telescoop is designed on this principle. Die is op deze manier ontworpen. It is so complicated. Het is zo complex. And when it first appears in the fossil record, it's perfect. En wanneer het voor het eerst in de fossiele verzameling verschijnt, het is direct perfect. Here you have. Can you see it? Can you see it there? Yeah. What is that? Kunt u zien wat daarin zit? Crickets. Dat zijn krekels. Ja, yeah. Krekels. Krekels. Oh. Oké. Okay. Ants, unchanged, there's a fossil ant. Een mier. You can read that to them. Je kunt dat lezen. Read it to them. Oh ja. Ik kan het niet geloven, Fred. 60 miljoen jaren sinds ik je gezien heb en je bent totaal niet veranderd. So, of all the so-called evidence out there, there is nothing in the fossil record. Van al dat zogenaamde bewijsmateriaal vinden we dus niets in de fossiele verzameling. So terug. What was this creature? Hoe zit het met dit dier? It was an elephant. Het was een olifant. But because it was big and is buried, it must be old. It must be something different, maar right? Omdat het groot was en begraven is, moet het dus iets oud zijn geweest. And they used to say these creatures predated man by millions of years. En ze zeggen dus dat deze dieren miljoenen jaren waren voordat de mens er was. But here they're digging them up. En hier zijn ze dus bezig die dieren op te graven. If you go to Alaska. Als u naar Alaska gaat. And the permafrost melts. En zeg maar, en het begint te smelten. It stinks. Dan stinkt het. Because they're still rotting there. Omdat ze daar nog steeds aan het rotten zijn. And here they're digging them up. En hier graven ze dus op. And then they found spearheads in these mastodons. En toen vonden ze dus speerkoppen in deze grote olifanten. Now they had a problem. En nu was er een probleem. Because now man and the mastodon were contemporaneous. Want nu bleek dat de mens en deze grote olifanten dus tijdgenoten zijn. Then they found this in the cave drawings in France. En toen vonden ze deze rotstekeningen in Frankrijk. So now for sure man saw the mastodon. En nu is het dus zeker dat de mens deze dieren gezien heeft. So they changed the evolutionary time frame by millions of years to accommodate the data.
Dus ze hebben uiteindelijk de tijdperiode van miljoenen jaren aangepast om het in lijn te brengen met deze bevindingen. And how long have we been around? En hoe lang lopen wij hier al rond? Rather than make it the 40, now it's only 4.5 million that we've been around. Het was eerst 40, maar nu ongeveer 4,5 miljoen jaar. And there are your ancestors. En daar zijn dus uw voorouders. And they lived in trees. En zij leefden in bomen. And then the trees disappeared because the climate changed. En toen verdwenen die bomen omdat het klimaat veranderde. And then they walked on the land. En toen begonnen ze dus op het land te lopen. And they couldn't look over the grass. En ze konden niet over het gras kijken. So they stood up on their hind legs to look over the grass. Dus gingen ze op hun achterpoten staan om over het gras te kunnen kijken. And then they started walking upright. En toen dachten ze, nou dat blijven we ook maar doen ook dan. That's absolute nonsense. Dat is absoluut nonsens. Because that's not even Darwinism, that's Lamarckism. Dat is geen Darwinisme, maar dat is Lamarckisme. You cannot develop something because you need it. Je kunt iets niet ontwikkelen omdat je het nodig hebt. Springbok also walk on their hind legs when they want to reach a branch. Een springbok? Springbok, ja. Oké, die gaan dus ook op hun achterpoten staan om iets te kunnen pakken uit een boom, een blad. But they never walk on their hind legs because of that. Maar ze lopen dus nog steeds niet op hun achterpoot alleen. But the media has to tell us where we come from. Maar de media, die moeten ons vertellen waar wij vandaan komen. And please see how battered and bruised and full of blood they always show him. En kijk eens hoe onze voorouders worden afgebeeld vol met schrammen en bloed. Why? Waarom? Because that's primitive evolutionary drive, survival of the fittest. Want dat is een ontwikkeling van een primitief wezen die waar de sterkste overwint. So science says this tree shrew is the ancestor. Dus deze spitsmuis is onze voorouder. Ja, spitsmuizen. Yes, it's yes, a tree. Spitsmaus. Spitsmaus. And then the eyes started moving to the front. En toen gingen de ogen dus meer naar voren. So that you could judge distance. Zodat die afstand kon inschatten. But this animal has no problem with judging distance. Maar dat dier heeft helemaal geen probleem hoor met afstanden inschatten. And then eventually we got a big brain. En toen kregen we uiteindelijk een grotere hersenen. But this one is actually accurate. All of these animals are at the same time living at the same time. Dus, maar dit overzicht is eigenlijk nauwkeurig, want al deze wezens waren er tegelijkertijd. But even the fossils were there at the same time. En zelfs de fossielen waren er tegelijkertijd. So again, any evolutionary advance comes out of the mind, not out of the fossils. Dus ontwikkeling die komt dus uit het denken vandaan, niet uit fossielen. And they will tell you that we share 96% of the genes of this animal. En dan vertellen ze u dat wij dus 96% van onze genen overeenkomt met de chimpansee. And therefore we must be very closely related. En daarom moeten we wel heel erg nauw aan elkaar verbonden zijn. Do you know that we share 95% of the genes with a mouse? Wist u dat we 95% van de genen dat die gelijk zijn met een muis? Do you know that we share 76% of the genes with a banana? With a banana. Dus we hebben 76% dezelfde genen als een banaan. So you must all have evolved out of the banana. Dus we zijn allemaal uit de bananen voortgekomen. You know, to talk about percentages means absolutely nothing. Om over deze percentages te spreken betekent dus absoluut niets. Because all creatures need basically the same genes just for the process of life. Want alle levende wezens hebben dus eigenlijk dezelfde genen nodig voor de processen van het leven. So these differences mean nothing. Dus deze verschillen betekenen niets. Please note that all of these creatures are there at the same time and this comes purely out of the mind. Dus al die wezens die zijn er tegelijkertijd en wat daaronderop staat, dat ze dus van een gemeenschappelijke voorouder komen, dat komt dus uit het denken. So the mind will tell them. Dus het denken.
That if you have a long snout, dus als je een lange snuit hebt, then you must be further removed from man. Dan moet je dus wat verder af liggen van de mens. If the snout gets a little shorter, als het dus een beetje korter begint te worden, then you're getting closer. Dan kom je dichterbij. And now you must be very closely related. Nu is het dus een heel nauw verwant. So these are budding philosophers. Dit zijn dus echt filosofen, ja. But it's based on morphology and not on the evidence of the fossils, because they're all there at the same time. Het is dus, dit is gebaseerd op morfologie, dus op vormen, maar niet op de gebaseerd op de fossielen, want die wezens zijn er tegelijkertijd. Now remember that all of these creatures were totally vegetarian. En onthoud goed dus dat deze wezens allemaal vegetariërs zijn. And they lived in trees. En ze wonen in bomen. Then they came down. En toen kwamen ze naar beneden. Grabbed a club. En toen namen ze een knuppel. And killed the animals and ate that instead of their banana. En ze sloegen dus een dier neer in plaats van dat ze nog een banaan namen. That's a mega change. Dat is een enorme verandering. And all of these were there at the same time as modern man already. En al die wezens waren dus tegelijkertijd als de moderne mens. Because Australopithecus, een aapachtig wezen is dat. Is found in the same fossil beds as human huts. Die wordt dus in dezelfde fossiele lagen gevonden als mensenren. And then they will tell you this is what they did. En dan laten ze u dit zien. They killed animals. Ze doden dieren. And in this case, this Nebraska man. En in dit geval de Nebraska mens. All of that was based on one tooth. En dit was dus allemaal gebaseerd op de vondst van één tand. Which turned out later to be the tooth of a pig. Die dus later een tand van een varken bleek te zijn. So when we look at the evolution of the creatures out of Africa, wanneer we naar de ontwikkeling kijken van de wezens uit Afrika, this is what they will tell us. Dit is dus wat ze ons laten it zien. It looks very impressive. Het ziet er indrukwekkend uit. Except of course that there are all of these lines. Natuurlijk dat dat er allemaal van die lijnen tussen zitten. And the fact of the matter is they're either 100% ape or 100% human. En het is dus een feit dat ofwel ze zijn 100% aap, ofwel 100% mens. So they say we come out of Africa. Some say here and some say there. Dus men zegt wij zijn uit Afrika afkomstig, verschillende plekken, zuiden, het oosten. And you find footprints. En we vinden dus voetafdrukken. Which could just as well be human footprints, because they lived at the same time. Die net zo goed ook mensenafdrukken konden zijn, want ze leefden op hetzelfde moment. So Leakey puts it like this. Dus een wetenschapper Leakey. He'll put Australopithecus at the very base. Dat is dus een Australopithecus, een aapachtige. And he'll put Neanderthal man over there. En dat is de Neandertaler. And Cro-Magnon over there. En dat is dus de moderne mens. Did you know that Neanderthal had 100 cc larger brain capacity than we have? Wist u dat de Neandertaler dus meer herseninhoud had dan wij momenteel hebben? So they're either 100% human or 100% ape. Ze zijn dus ofwel 100% mens ofwel 100% aap. And here are the hominid fossils, the human ones. Dit zijn dus de fossiele rest van mensen. And schedels. There are differences in the sizes, yes. Er zijn inderdaad verschillen in de grootte. But we have differences in sizes today. Maar die hebben we vandaag de dag nog steeds. And so that is just a morphological sequence has nothing to do with evolution. Dus dat is een morfologische volgorde. Dat heeft niets te maken met evolutie. So this is Olduvai's find. Dit is Olduvai. And that's in the most famous fossil. It's in the Kenya Museum. Het is het beroemdste fossiel dat ergens in een museum. But it's 100% ape. Maar het is 100% aap. Johansson says Lucy is your ancestor. Dus Johansson, die man die we net zag, die zegt: Lucy is uw voorouder. And the British Museum says we don't really know. Maar het in het Britse museum wordt eigenlijk gezegd: we weten het eigenlijk niet echt. But look how they show him here, walking upright with a baby. Maar kijk eens hoe ze hier afgebeeld wordt, rechtoplopend met een kind. Based on what?
Waarop gebaseerd? Based on this fossil. Gebaseerd op deze, dit fossiel. Head 100% ape. Schedel is 100% aap. Hip 100% ape. De heup 100% aap. The arm to leg ratio they say is halfway between man and ape. En ze zeggen dus dat de ratio van de arm ten opzichte van het been ongeveer tussen een aap en een mens in zit. But you can't even measure it because there's so many pieces missing. Maar je kunt het eigenlijk niet eens meten omdat er zoveel stukken ontbreken. So if you take that fossil like it is. Want als je het fossiel neemt zoals het is. It's an ape. Dan is het gewoon een aap. And it walked like an ape. En het liep als een aap. And all of it walking upright is based on a fossil that is 100% ape. En al die plaatjes dat het rechtop liep is ja, dat is dus gebaseerd op dit fossiel. In fact, zou gebaseerd zijn op dit fossiel. Many scientists say that's nothing other than a pygmy chimp. Sorry? Pygmy chimpanzee. Oh, oké. Okay. Dus veel wetenschappers die zeggen het is eigenlijk niks anders dan een chimpansee. So why do we have this mindset? Waarom hebben we deze denkbeelden? Because we want to prove where we came from. Omdat we willen bewijzen waar we vandaan kwamen. I'm going to take you here to Sterkfontein caves. Ik breng u hier naar grotten. Here they are, and these are the famous ones in Africa. Dit zijn dus de beroemde in Afrika. And here you can see all of these stones. They're all formed by water formation. En u ziet hier al die stenen die gevormd zijn uit water. And there you find some hominid fossils in there. En daar vindt u dus wat resten van mensen. But all of these fossils have been washed in from the top. En maar al deze fossielen zijn dus binnengespoeld vanuit de top. See, these are flow rocks. This is all washed in. Dit zijn, hier ziet u dus dat het binnengestroomd is. And here is the famous fossil. Het is de beroemde fossiel. This is the Taung child. Het Taung kind. And from this ape, from this ape fossil. Ja, van deze aap. They get this expression. Krijgen ze dus die uitdrukking. Now, based on what? Waarop gebaseerd? And was it halfway towards human? En was het onderweg om mens te worden? In 1997 they found the famous little foot. In 1997 vonden ze deze kleine voet. Big excitement! They finally found the fossil foot. Een enorme euforie. Ze vonden dus een fossiele voet. And what was it? En wat was het? Was an ape foot. Het was een voet van een aap. Because the ape has an offset toe, big toe. Dus wat een aap die heeft dus zijn teen naar buiten gericht. Big excitement. Een ape. Enorme euforie, maar het was een aap. Here are the hips. Hier dit zijn de heupen. And they will say evolution made the hips go from narrow to wide. En ze zeggen dus dat de heup wijdte dus van smal naar wijd ging. And they'll put them in the museum from small to wide. En ze laten dus ook zo zien in het museum van smal naar wijd. Ask any paleontologist. Vraag een paleontoloog. Not a paleontologist. No. A gynecologist. Een gynaecoloog. That women's hips today vary in size. Dat de heupen dus vandaag de dag nog steeds variëren in grootte. And I could take modern hips and arrange them from narrow to wide in exactly the same way. En ze kunnen dus moderne heupen op precies dezelfde manier naast elkaar leggen van smal naar wijd. So did we all look this primitive? Zagen we dus allemaal zo primitief uit? Well, here are Neanderthals, how they are depicted. En dit is de manier waarop de Neandertalers worden afgebeeld. But please note that the fossils come from graveyards, graves, burial places. Maar let goed op, want deze fossielen die komen dus van begraafplaatsen. So this is human, fully human. Dit is echt 100% mens. And the type fossil had arthritis. En deze fossiel die had artritis. And so the bent shape has got nothing to do with evolution. It has to do with age and disease. Dus deze gebogen vorm heeft dus niets met evolutie te maken, maar met de ouderdom en dat hij een bepaalde ziekte had. And by the way, your brow bones. De botten boven het boven. Ja, je wenkbrauwen.
is the one thing that keeps growing. Dat die blijft dus maar doorgroeien. That's why old people look different from young people. En daarom zien oude mensen er anders uit dan jonge mensen. And if these people used to get much older than today. En als mensen dus ouder werden in het verleden dan nu. Then the shape can change. Dan kan dus de vorm veranderen. With age. Door ouderdom. So if I had to do an evolutionary advance from that, I could get amazing things. Dus als ik daar een evolutionaire ontwikkeling in van maak, dan zie ik dus wonderbaarlijke dingen. Now, that's an aborigine. Dat is een aboriginal. Did you know that as late as 1940? Wist u dat omstreeks 1940 you could get a license to hunt them? Dat u een vergunning kon krijgen om op ze te jagen? Why? Waarom? Because the mindset is evolution. Dus omdat het denken is evolutie. They had their skulls in the British Museum. Ze hebben hun schedels in het liggen in het Brits Museum. And when they realized that these people today are professors at universities. En wanneer ze realiseerden dat deze mensen nu professoren zijn aan universiteiten. They quickly removed all of those skulls. Hebben ze die schedels dus daar allemaal vandaan gehaald. So what we have here is a mindset that has nothing to do with evolution. Wat we hier dus hebben is een manier van denken die niets te maken heeft met evolutie. So let's see how they put it together. Laten we zien hoe ze het allemaal samenstellen. Let's say they find a piece of bone. Ze vinden dus een bot. Then they will put it together and they will call it forensic science. En dan zetten ze het in elkaar. Dat wordt forensische wetenschap genoemd. But it's not forensics because in forensic you have the whole skull. Het is niet forensisch, want dan heb je de hele schedel. Here you only have a piece. Hier heb je alleen een stukje. Then you put on the meat as you think it looked. En dan stop je, doe je het vlees erop zoals then je denkt you put dat on the skin. En dan komt de huid erop. And then you put on the hair and the expression. En dan de uitdrukking, het haar erbij. Based on what? Waarop gebaseerd? Sometimes one tooth. Soms één tand. So one tooth and there you got him. En één tand en hoppakee. Why? Waarom? Because this is how you think it must have happened. Omdat je zo denkt dat het zo gebeurd is. Now, when I was an evolutionist, I didn't consider that dishonest. Toen ik een evolutionist was, toen beschouwde ik dat niet als oneerlijk. Because this is what my mindset was. Want dat is de manier waarop ik dacht. But if I have a new mindset, maar nu met mijn nieuwe denken, I don't have to think that this was my ancestor. Dan hoef ik niet te denken dat dit mijn voorouders zijn. Genesis said, so God created man in his own image and in the image of God created him, male and female created he them. Dus Genesis zegt dat God de mens schiep naar zijn eigen beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. And it doesn't matter what race you take, whether it's a black race or a white race. Het maakt niet uit welk ras u neemt, of het een zwart of een wit ras is. You will find beautiful people and ugly people in both races. Je vindt prachtige, mooie mensen en lelijke mensen in alle rassen. And the bad news is that the ugly guy always gets the pretty girl. I don't know why, but it happens like that. Ja, het slechte nieuws is dat de lelijke man de mooie vrouw krijgt. So our choice today is. Dus onze keuze vandaag de dag is. We can look at all this evidence. We kunnen naar al dat bewijsmateriaal kijken. And we can conclude evolution. En we kunnen daaruit evolutie concluderen. But we can take the same evidence. Maar we kunnen hetzelfde bewijsmateriaal nemen. And conclude catastrophism and a universal flood. En we kunnen daaruit een catastrofe concluderen en een wereldwijde vloed. And we can behold beauty and we can behold ugly in the same world. En we kunnen dus schoonheid, maar ook ja, lelijkheid zien in dezelfde wereld. And neither the one nor the other can prove the other one wrong or right. En eigenlijk kan de een of de ander niet bewijzen dat je fout of goed zit. So what if that sentence is actually true? Stel dat die zinnen waar zijn. Then that means that you have a noble origin. Dan betekent dat dus dat u een edele afkomst heeft. By the way, the evolution of male and female. Dus tussen twee haakjes, de evolutie van man en vrouw. Is the most
impossible of all evolutionary developments. Is het meest onmogelijke van alle evolutionaire ontwikkelingen. With so many biological challenges that it boggles the mind. Er zijn zoveel biologische uitdagingen dat je petje te boven gaat. Just take meiosis that had to develop. Hoe meiose dus werkt. Forget it. It's far too complicated. Het is veel te gecompliceerd. But God said he created the male and female. Maar God zegt hij maakte ze dus man en vrouw. And that's our choice tonight. En dat is onze keuze vanavond. Do we believe what the word says or do we believe what science says? Geloven we wat het woord zegt of geloven we wat de wetenschap zegt? Now tomorrow night. Morgenavond. We're going to answer some astounding questions. Dan gaan we een aantal verbazingwekkende vragen beantwoorden. Then why does the world look like it looks? Waarom ziet de wereld eruit zoals why eruit do animals ziet? Kill each other? Waarom doden dieren elkaar? Why do lions kill other animals to find their food? Waarom doden dieren leeuwen andere dieren om hun voedsel te vinden? Why have some animals got all these vicious features? Why do we have animals that kill like snakes and spiders? Dus waarom hebben we dieren die gemene uitdrukkingen hebben, kenmerken hebben, slangen? If the Bible says that everything was good, very good. Als de Bijbel zegt dat alles goed was. Is there another explanation for all of that? Is er dan een andere verklaring voor dat allemaal? I suggest you come tomorrow night. Ik stel voor dat u morgen terugkomt. And see for yourselves. En het voor uzelf bekijkt. Thank you for listening. Dank u voor het luisteren.